Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik dé oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @spuitenenslikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Jiva's DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel? Informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Hallo lieve kijkbuiskinders. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Jiva's DM. Eens even kijken wie ik deze week weer mag helpen. Afgelopen dinsdag was het weer zover. Ik heb de hele dag in bed gelegen en moest janken omdat ik niet kon kiezen wat ik die avond wilde eten. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn dinsdagdip minder erg wordt? Oh ja, Delano, ik voel je pijn. Ik voel je pijn, maar droog je tranen. Heb je een riem aan? Ik ga je vandaag een hart onder de riem steken. Meer dan 1000 tevreden klanten. Ah, de dinsdagdip. Ja, ik weet nog goed dat ik naar een festival was geweest en de week erna moest werken. Ik stond uitjes te snijden. Toen kwam mijn baas langs om te zeggen dat ik die uitjes iets kleiner moest snijden. En toen raakte ik echt in een depressie. Ik ben gewoon even naar achter gegaan, even gaan janken. Totdat ik begon terug te tellen. Oh ja, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. De dinsdagdip, een welbekend probleem, vooral onder ecstasy-gebruikers. Maar waar komt die nou vandaan? Nou, dat zit zo. Ecstasy en MDMA putten je serotonine uit. En serotonine is het stofje dat in je lichaam wordt aangemaakt, waardoor jij je tijdens je trip super lekker voelt. En het wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Maar op zo'n avond maak je eigenlijk je hele voorraad serotonine op. Dat is ook de reden dat er wordt geadviseerd om 2 tot 3 maanden te wachten tussen het gebruiken van ecstasy. Want dan wordt je serotonine weer op een natuurlijke manier aangevuld. Maar goed, biologieles is voorbij. Tijd voor de tips. Tip 1. Bah, diëten. Wat een vies woord. Maar ja, je gaat je lichaam binnenkort een zware klap geven. En dus is het slim om je tempo van tevoren wat extra liefde te geven. En daarom heb ik voor jou een boodschappenlijstje met ingrediënten die ervoor zorgen dat jij, al voordat het feestje begint, je reserves hebt aangevuld. Vooral antioxidanten zijn belangrijk en die vind je vooral in fruit, groenten, noten en pinda's. En daarnaast kan omega-3 vetzuur je een extra handje helpen. En dat vind je vooral in vette vis zoals zalm. En voor de vegans die kunnen ze vinden in lijnzaad en walnoten. Dus sprenkel daar extra veel van door je sojayoghurt. En luister naar mama Jiva en ga op tijd naar bed. Want je speest het lekkerst als je goed in je vel zit. Dus pas je ritme ietsjes aan, ga op tijd slapen en zorg dat je niet vermoeid op een feestje staat. Tip 2. De dinsdagdip is aangebroken. En je kan je maar het beste gewoon helemaal overgeven aan dit gevoel. Je voelt je kut en dat is oké. Weet waar het vandaan komt. Het is gewoon je brein die een grapje met je aan het uithalen is. Dus als je moet janken, jank. Kijk alle zielige kattenfilmpjes op Facebook. Zoek een regendruppel uit op de ruit en volg hem zo langzaam naar beneden alsof je in een videoclip zit. Geef je over aan het gevoel. Uitgehaald. Waarschijnlijk wil je vandaag niks liever dan lichamelijk contact. Dus heb je verkering, kruip lekker in bed met je vriend of vriendin. Voor de singles, bel een fuck buddy of een platonische vriend of vriendin. Heb je nou helemaal geen vrienden, dan kan je altijd nog je huisdier uit zijn mand trekken. Of ga naar de kinderboerderij. En ben je nou ook nog allergisch voor dieren, dan heb ik voor jou een speciale aanbieding. Ben jij forever single? Of heb je zin om te kroelen, maar hou je niet van schurft? Of haat je gewoon alle mensen, maar wil je wel aandacht? Dan is hier Tony de vriendelijke arm. En het beste is, hij ruikt niet naar zweet. Dus kruip gewoon lekker onder de arm van Tony. En jij groet de hele avond. Tony, stop. Oh, Tony, hou op, gekkerd. Tip 3. Gelukkig bestaan er cheatmiddeltjes om jouw serotoninelevels omhoog te krijgen. En het voedingssupplement L-tryptofaan is er zo één. Het mooie is,
kun je gewoon halen bij de drogist. Neem L-tryptofaan pas 24 uur na je laatste dosis MDMA of ecstasy. Want anders kun je last krijgen van het serotoninesyndroom. En dat betekent dat er veel te veel serotonine in je lichaam zit. En daar word je ziek van. En dat willen we niet. Slik het middel dagelijks zolang je dip aanhoudt, maar niet langer dan een week. Gebruik L-tryptofaan niet wanneer je zwanger bent, borstvoeding geeft, last hebt van hart- of vaatziektes of leidt aan een auto-immuunziekte zoals HIV. En ook voor mensen met astma en mensen die aan de antidepressiva zitten, is dit middel niet geschikt. Dan moet je gewoon wachten tot je lichaam weer op de natuurlijke manier de serotonine aanvult. Yes, dat was hem weer. Jij bent af van je dinsdagdip. Ben je er volgende week weer bij? Zelfde tijd, zelfde zender. Heb jij nou nog een drugsvraag? DM hem dan nu, gratis, naar Spuiten en Slikken. En wie weet helpen jij volgende week wel helemaal voor niks. Met allemaal shit waar je niet echt veel aan hebt. Maar maakt niet uit, want het is gewoon leuk om naar te kijken. Super. Lieve.